NAC-praat wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu is NAC-praat. NAC-praat Radio. Donderdag 14 december. Zeg goed, hè? Ja. Voor mij nog steeds. Ja, dat is nog heel de dag. Ja. Ja, nog een paar uur. Nog heel de dag. Nog even volhouden, jongens. Het is weer pleuris druk in de straat. Niet normaal, man. Handheving staat er flink wat centjes te verdienen, zag ik. Ja, er moeten natuurlijk weer quota's gehaald worden. Ja, dat kerstpakket moet van de plaat moeten weer terug verdienen. Ja. Dat ga je zeggen vorige week. Ongelooflijk, hè. Ik heb bij ons bij de gemeente heb ik nog helemaal geen kerstpakket. Volgens mij zijn we aan het ontbezuinigen. Meen je dat nou? Ja, nog geen kerstpakket. Oh. Nou, we geven het waarschijnlijk aan het goede doel. Ja. Het goede doel? Nou ja, goede doel. Ik wil best wel mijn adres opgeven voor het goede doel, maar... Misschien komen ze hem thuis brengen. Ja. Ik weet niet. Misschien gaat het wel in het investeringsfonds. Ja, ik zit te wachten op die slowcooker. Ja, die slowcooker. Ja. Voor mijn keukengerij even wat verder uitbreiden. Ja, inderdaad. Dat is weer nog meer apparaten. Ja, nog meer machines. De SLO-koeker. De SLO-koeker. Ja, onze SLO die heeft morgen zijn laatste uitwedstrijd. Ja. Oh. Ja, die is echt aan het aftellen. Ja, dat snap ik. Ja. Die kijkt er wel naar uit. En dan volgende week de klapper de laatste thuiswedstrijd. Ja. Ja, dat wordt leuk. Dat wordt er een, hè? Ja. Nou, ja, dat dus als we hem op een gegeven moment naakt met 100.000 klappen het veld op zien rennen... dan weet je dat het de laatste dag is, hè? Ja. Zie je een keer rennen. Inderdaad, maar waar we allemaal naar uitkijken... Goed dat ik het zeg, want ik kwam er straks hier even naar de supermarkt... even wat eten halen. En ik kwam daar... altijd praatje, hè? Want bij ons aan de Belkrumweg ook... kom je allemaal nakkers tegen. Jij kwam de trainer tegen? Nee. Mijn buurman. Nee. Die kwam ik niet tegen. Die kom ik alleen maar op zaterdagochtend met een enorme kater. Als ik net thuis kom van de stad, dan komt hij net terug van de supermarkt met een volle boodschappentas. Oh. En dan staan we aan dezelfde brievenbus te trekken, zeg maar. Goedemorgen. En ik kom een kraantje halen. Hij komt frisse fruitig. Jij komt overgeven in je brievenbus. Jij spouwt per ongeluk in zijn brievenbus. Vlekken op mijn jas en mijn haar en overhemd. Ja. Lekker hoor. Ja, dat was met NAC Groningen. Heerlijk. Nee, maar daar kwam ik twee NAC'ers afzonderlijk tegen. Die hadden het precies afzonderlijk van elkaar. Precies hetzelfde verhaal. Oh, ik heb echt weer zin in morgen en van volgende week. En nou gaat het echt precies. Nou gaan de wedstrijden komen waar het er echt om draait. Ja. En dan hebben we de Jong PSV's en de Top Ossjes achter de rug. Ja. En, nou kan de teleurstelling weer beginnen. Ja. Ja, toch? Ja, maar dan weet je nou toch gewoon. Dan heb ik gezegd. Ja, dat is gewoon zo. Ja, bij NAC is hoop uitgestelde teleurstelling. Ja, en die hoop hebben we de afgelopen weken gehad. Dus waarschijnlijk volgt de teleurstelling. Ja. Ja, wie weet. Ja, dat is het. Dan moet je ook een beetje temperen, hè? Want de meer wij er zin in krijgen, de groter de teleurstelling. Je moet jezelf een beetje indekken, hè? Ja, zeker. Dat doe ik altijd wel, hoor. Daarnaast zijn we natuurlijk qua voetbal nog lang niet, hè? Nee. Ik bedoel, we zijn op de goede weg en we hebben... Natuurlijk een aantal leuke wedstrijden gespeeld, maar ook dat was... en dat eerlijke besef is er ook, hè, zegt de trainer, dat zeggen de spelers zelf ook. Van joh, het resultaat is er weliswaar, maar er is zoveel ruimte voor verbetering. Haugen ook, die zegt ook van joh, ik heb tegen Jong PSV van joh, ik heb gewoon echt mijn slechtste wedstrijd gespeeld. Ik heb wel eens wat 2 keer gescoord, maar over mijn spel ben ik niet tevreden. Nee. En zolang dat besef er ook is van joh... dan lopen ze in hun hoofd nog geen Polonaise. Nee, zeker niet. Nee, maar mensen, je krijgt een beetje het idee dat mensen al bijna op de grote markt staan. Er is geen overwicht bij de spelers in ieder geval. Nee. Dat ze de teken al gereserveerd hebben. Nou ja, precies. Kijk, we zijn natuurlijk wel... Toevallig een collega van mij die had vakantie gehad een maandje. Ja. En ik kwam de laatste keer dat ik hem sprak, stonden er nog 15e. Ja. Of zo, 14e. Ja. Ja, en nou staan we in één keer er een stukje beter voor. Hè? Ja. Dus in dat opzicht snap ik ook wel dat... En ik ben ook positief gestemd over in ieder geval de sfeer in de groep. En de manier waarop... NAC en de spelers zich presenteren momenteel. Maar het veldspel is natuurlijk nog niet... Haugen overigens geblesseerd, hè? Ja, inderdaad. Dat heeft net het draaiboek niet gehad. Want die had ik om 3:30 al doorgestuurd. Maar in een berichtje van 5:00 werd duidelijk van... Hij is afgelopen week natuurlijk in die wedstrijd op zijn schouder gevallen. Die zien we in ieder geval voor de winterstop niet meer terug. Die gaat, de schouder gaat rust krijgen. Geldt ook voor CDU. Voor onze Patriot, daar hadden we nog lichte hoop op van... nou, misschien kan hij tegen Willem 2 zijn eerste minuut... en zijn rentree weer maken na 3 maanden ellende. Die gaan ze ook pas na de winterstop. Daar zijn er 2 opties. Ja. Boeren of Ómarsson. Ja, Ómarsson kan nog geen hele wedstrijd spelen. Nee. Dus dat zal Boeren worden. Je zou misschien eventueel iemand nog van het middenveld door kunnen schuiven. Als een soort valse spits of zo. Ja, ja, dat doen ze allemaal Omgba, moet ik zeggen. Ja, precies. Maar zo zijn er wel wat opties. Hè. We hebben allerlei... we hebben volgens mij 29 middenvelders. Dus ja, daar kan er vast wel eens in een bal inkoppen, toch? Dat klopt. Gaan we nou in de kerstboom spelen? Ja, ja. Over de kerstboom gesproken, dan moet ik hem even laten kipperen. Hey, let op, hè. Jij bent de lichttechnicus. Let op, je piek laten zien. Alsof het niks is, hè. Ja. Oh, kijk. Het is net alsof we in het PSV-stadion zitten. Zie je dat? Oh, leuk zeg. Lichtshow. Kijk hem al, is toch geweldig. Nou. Frit Philips, kom eens graf. Ja. Dat is leuk voor alle kijkers met epilepsie, dames. Ja, ik probeerde eventjes de camera's te manipuleren, zodat het ook op het brede scherm te zien is. Ja, zeg het maar hoor. Kunnen we de volgende keer... U vraagt waar het draaien. Meta, jij begint te praten, gaat natuurlijk naar jou. Maar... U vraagt waar het draaien, jongen, de techniek bij Breda Nu staat gewoon voor niks, hè? Dat is echt onvoorstelbaar. Ja, nou, luisteraars, als je Marcel vanavond niet al te veel hoort in de uitzending, dan komt het door het speeltje. Door de kerstboom. Ja. Door de kerstboom. Kinderhand is gauw gevuld, hè? Niet te vroeg pieken, hè, Marcel? Nee. De piek is zo. Ik maak hem door. Haal die bal eens nou eens uit je hand. Haal die bal. Ach ja. Hebben we nog muziekskill? Wat trouwens, nee, wat gaan we allemaal doen vandaag? Ja, ja, Marcel. Ja. Ja. Dan moet ik mijn hand van de knop afhalen. We gaan terugkijken naar Top Oss vanaf vrijdag. We hebben wat technische zaken. Met name Leemans, Van den Berg. Met name hoe we het gat van Van den Berg gaan opvullen. Daar zijn namelijk nog wel wat opties voor. Die wil ik even doornemen. Met die piek. We hebben een grabbelton. Ja. En we gaan vooruitkijken natuurlijk naar de wedstrijd van morgen. Waar wij bij aanwezig zijn in Den Haag. 250 uitverkorenen. Ja. Met de bus weliswaar. Busje 4. Busje 4 inderdaad hebben wij geklimd. Hè? Ja. Even met de bende. Wij, 5:30 vertrekt ons bus. Is het aangepast? Ja. Er is een mailtje binnengekomen voor de uitwis. Ja, voor mij was het 4:15. Oorspronkelijk was het 4:45. Of gaat het in 2 clusters? Ik kreeg vandaag in ieder geval door 5:30. Dus wij zijn het 5 bussen. Ja, inderdaad. Uit zeer betrouwbare doch boze bron. Ja. Oh. Ja. Ik kan dat nog wel. Ja, na kennende gaat die bus pas om 6:00, hè? Nou, dat is altijd... Maar ik vind sowieso 5:30 wel fucking vroeg, man. Ja. Ja, welkom in de wereld van de busreizen. Ja. Wij zijn dat niet gewend, hè? Nee. We zijn altijd met een auto. Oudkaart plus... Privilege. Dat is geen gekochte privilege. Dat is gewoon een verdiende privilege. Ja, precies. Altijd gaan. Bussen, het laatst voor de praktische informatiemail gaan de bussen vertrekken om 4:45. Kijk. Vanaf P5. Oh, dat is dan misschien alleen onze bus. Nee, precies. Nou, ik reken gewoon om 4:45. Zouden jullie bus nou al op is de gebruikelijke vertraging wel meegerekend. Want we vertrekken altijd een kwartiertal. Altijd, eeuwig en altijd. Dus, ik reken me niet te rijk. Maar ja, ik heb dan het voorrecht, in ieder geval het gemak van ambtenaar zijn. Dus ik heb een zogenaamde vrijdagmiddag. Maar kijk. Ik ben meestal niet ambtenaar van de gemeente. Jouw baas vindt het ook niet erg. Ik heb morgen een kerstborrel, maar ik ben dan toch eerder weg. En de kerstborrel bij Hubert? Ja. Maar ja, inderdaad. Ja, weet je, de nacht gaat voor, hè? Zo is dat. Daar ben ik altijd wel vrij duidelijk in. Ja. En terecht. Dat zal hoeven gegeven worden, toch? En dat denk ik ook wel, ja. Heb je die uitvaart gezien? Van Shane? Ja, cool. Ja. Of in ieder geval cool. Dat is natuurlijk wel heel raar. Ja, maar heel bijzonder. Ja, toch? Ik vind dat mooi als daar gewoon inderdaad mooi, echt wel... er wordt gezongen, de vegetele periode werd gezongen en gedanst. Midden in de kerk, in het kerkpad. Richting de kist, de rieten kist van Shane McGowan. Die is afgelopen weekend, volgens mij was het uitvaart. Ja, dat klopt. Ik weet even niet meer wanneer ik dat filmpje heb doorgestuurd. Maar volgens mij was dat zaterdag of zondag of zo in het weekend. Maar dat zag weer... dat kunnen die hier daar wel. Ja, dat zag er heel respectvol uit. Ja, dat was mooi gedaan. Prachtig samenzang. En precies ook dit nummer wat wij eigenlijk al de afgelopen jaren al elke december, elke donderdagavond draaien. En... meer dan terecht. Ja, maar doen vanavond ook niet anders dan dat. Ook vanavond weer Shane McGowan. Eerste recall. It was Christmas Eve, babe. In the drunk tank. Met gratis zang van onze Yuri Bay. Ook nog eens. Petje kan ook veel. Ik kan zelf zingen. Niet normaal, hè? Van alle markten thuis. Whisky en sigaren stem. Ja, toch? Beetje kweken. Goed kweken. Goed. Hebben we een beetje gekweekt afgelopen... vooral tweede helft een beetje gekweekt. Ik kan jawel, toch? Ja. Jawel. Tweede helft wel, ja. Vorige week vrijdag. Ja. NAC Top Oss. Ik kijk dan naar de statistiek, ook naar de wedstrijd. En ik zie dan dat de eerste helft helemaal niks te melden was. Jawel. Ja? Een bal op de lat. Een bal op de lat. En van Martina volgens mij. Oh ja, dat klopt. Ja, klopt, ja. Dat is het enige. Ja. Maar geen wissels, geen gele kaarten, geen doelpunten, helemaal niks. Nee. En de tweede helft begon het een beetje op gang te komen. Ja, en toch wel, hè? Er valt nog wat te melden. Top Oss was aanvallend erg zwak. Ja. Nou ja, inderdaad. Ik heb vorige week dan die voorbeschouwing geschreven op de rad.nl. En die was eigenlijk heel makkelijk te maken. Want als je zo keek naar het doelsaldo van Top Oss... weinig doelpunten tegen, maar ook weinig scoren. Ja, pas 10 keer gescoord tot dit seizoen. 10 keer gescoord. Tot met deze wedstrijd. Ja, maar dat zijn wel teams waar NAC normaal gesproken heel lastig tegen is. Ja, dat klopt. Volledig mee eens. Ja, precies. En dan heeft NAC ook nog wel eens de hand om dan net iets te joviaal aan een wedstrijd te beginnen. Ja. Nou, daar was dit keer geen sprake van. Nee. Van een joviaal begin. Nee. Maar daardoor vond ik eigenlijk een 1-0 voorspelling een hele reële voorspelling. Jawel. Ja, maar die werd al in de Nostradamus al 2 keer genoemd. Daardoor denk ik, nou doe ik maar 2-0. Dan levert mij weer 3 puntjes op. Ja. Aardverschuivingen winnen dat plaats. Ik klim in één keer schiet dan ook naar de tweede plek in ons Nostradamus klassement. Nee, de eerste helft die kunnen we al net zo goed schriftelijk afgeven. Ja, joh, dat was niks. Ging er maar nergens over. Nee. Was door omstandigheden lui uit. Kwam ik pas in de tweede helft. Dus jij hebt alleen de tweede. Daar heb je niks meer. Ja, ik was om 5 uur met doekjes hangen. En ik denk van nou, even naar huis. Auto thuis brengen, fietsje terugkomen. Maar helemaal kapot. Maar ze begonnen pas heel braaf te scoren op het moment dat ik binnenkwam. Ja, dat is netjes. Ja. Dus daar ligt het aan. Nou ja, het lek is boven, dames en heren. Ja, inderdaad. Rail moet er zijn voordat er een doelpunt wordt gemaakt. Ik weet niet dat iedereen er blij mee is dat ik pas de tweede helft kan. Want je wil natuurlijk eerder wat actie in de wedstrijd. Maar, als je nou gewoon vanaf de eerste helft was geweest, had ik de Nostradamus gewonnen. Ja, maar dit gebeurt dus vaker. Hè? Dit was namelijk tegen Den Bosch ook het geval. Ja. Dat we pas echt gewoon eerst zelf weer geen kloten doen. Moeilijk op gang. Te veel het initiatief aan de tegenstander. Mm-hmm. Maar dat was toch wel... Ja, baltempo te laag. Ja. Vooral dat, hè? Die stroperigheid. Ja, dat stroperigheid. Ja. Oh man. Het leek wel alsof het veld zo nat was. Of die bal niet wou rollen. Ja, nu klopt. Maar het was... Overigens, dat doelpunt van Haugen. Ja. Tweede helft was een goed doelpunt. Ja, dat was een mooi goal. Hij wordt goed weggestuurd. Ja. Lijkt het duel te verliezen, maar wint gewoon op duelkracht. Op wilskracht wint hij dat duel. Ja. En tikt hij hem beheerst binnen. Ja. Dat vond ik wel knap. Ja hoor. Ja, een knap doelpunt. Een echt Haugen doelpunt. Ja. Een Haugen doelpunt. Ja, daar praat wel over. Hè? Hij begint zijn handtekening te zetten. Die man is motorisch zo ongemakkelijk altijd. Hè? Dat is echt niet normaal, joh. Maar het was in het begin inderdaad was het heel saai. Ja. Maar uiteindelijk, het is gewoon een zakelijke overwinning. Hè? Juist, dat zijn de juiste woorden. Dat kan ook niet anders tegen de nummerlaatste. Nee, het is heel moeilijk voetballen. Hè? Ja. Tegen een ploeg die verdedigend best goed staat. Ja. En aanvallend helemaal niks brengt. Ja, dan kun je heel erg aanvallend gaan voetballen. Maar dan loop je waarschijnlijk het mes. Wat mij verbaast is dat... dat is een tactische keuze. Hè? Maar je weet dat Van den Berg staat op scherp. Ja. Je had er eventueel voor kunnen kiezen om hem... afgelopen wedstrijd niet te kunnen laten spelen. Omdat je weet dat gegarandeerd pakt hij heel op. En in dat opzicht heeft hij daar natuurlijk ook wel een lijntje van. Maar als hij tegen Den Haag geel zou pakken, was hij tegen de Kruiken niet bij. Ja, dat is ook zo. Nee, met een beetje tactisch inzicht had hij tegen PSV geel moeten pakken. Ja. Ja. Want hij misschien in de laatste minuut gewoon niemand een schop moet geven. Juist. Want dan houdt hij tegen de Top Oss, wat aanvallend dus helemaal niks was. Had je lekker op de bank. Juist. Nou. Ja. Maar goed. Maar het was mooi toen Ómarsson erin kwam. Ja, geweldig. Dat was even goed. Echt geweldig. Dat was wel... ik stond met... was een vriend te praten. Van, volgens mij moeten we even stoppen met praten nou. Even ons biertjes wegzetten. En dat voelde zo het hele stadion als één organisme aan. Van, dit is het moment. Hij komt eraan. Hij loopt daar. Ómarsson langs de lijn. Niet in een hesje, maar gewoon in een geel wedstrijdshirt. Ja. Hij gaat erin komen. Iedereen wist dat hij nou een staande ovatie moest krijgen. En je voelde de roar. Het gegrom en het aanzwellend geluid in het stadion. het moment dat hij aan de zijlijn ging staan. En ja, daar kreeg iedereen, inclusief hij, wel kippenvel van. Ja, dat was een lang verwacht moment. Waar ik wel bang voor was, is dat volgens mij ging er op een gegeven moment zoveel adrenaline door die gozer heen. Door dat moment. Ik denk, die rent het veld en die geeft erin een rotschop. En die kan gelijk maar rood naar de kant. Weet je wel. Ik dacht, die gaat weer helemaal. Die gaat weer des nachts, hè. Wij waren bang dat hij in de eerste actie gelijk geblesseerd zou. Ja, dan kan hij een sprintje trekken. En dan net zo. Oh, en dan zien we hem naar zijn bil grijpen. En denk je, oh, daar gaat hij weer om. Want hij kreeg vrijwel gelijk de bal, hè. Langs de, gelijk een actie aan de zijkant kunnen maken. Ja, nou ja, het werd dan niet beloond. Maar je ziet wel dat er in die jongen wel best wel wat voetbal zit. Ja, zeker. Ja, laat het zo zeggen. Ja, joh. Sowieso wel op de training al. De jongens die hebben hem eigenlijk bijna nooit zien voetballen. Nee. Of eigenlijk niet. Een groot deel van de selectie die in de zomer zijn gekomen, die hebben hem eigenlijk niet op de training. Ja, de training de afgelopen 2-3 weken hebben ze hem gezien. En ze op de training zagen ze van, dit is een ander level. Ja. Dit gaat wel een kwaliteitsinjectie geven aan het team. En dat geeft ook extra boost aan het boost en vertrouwen aan de rest van het team. Ja. Hoe lang ligt hij eigenlijk nog onder contract? Oei. Peli? Ómarsson, hoe lang heeft hij nog contract? 2 jaar? Ja, of 2 nou denk ik of zo? Uit mijn hoofd, hè? Doet hij gewoon. Weet ik niet. Hij zal wel een 3-jarig contract hebben gehad, hoor. Hij zit bij NAC, dus ja. Ja, dat is wel. Dan ga ik ervan uit dat hij voor 3 jaar heeft getekend, hoor. Of 5. Ja, maar bij NAC komt er alleen maar 3 voor de dobbelsteen. Ja, toch? Ja, volgens mij wel. Ja. Juni 24. 24, ja, met de optie voor 1 jaar erbij. Oh, oké. Ja. Eenzijdig of? Cluboptie. Cluboptie, ja, cluboptie, hè. Dus, goed zo. Ja. Nou ja, dat is toch goed. Overigens wil ik nog wel even boos worden op Jan van den Berg. Oh, ja, ook wat. Uiteraard die gele kaart, die was oerdom. Nou. Maar krijgt dan een gele kaart omdat hij iemand een rotschop verkocht. Dit was een zwalbe, toch? Ja, dat bedoel ik. Ja. Tegen Os. Ja, tegen Os. Maar trapt er dan 1 in 2 Ja. Dan maakt het wel verdacht natuurlijk. Als het nog eens een zwalbe is ook. Dit lijkt ingecalculeerd. Ja, dit ging een ongelooflijk domme overtreding. Ik heb een domme zwalbe. Ja. Dat zou natuurlijk ook, hè. Dat is inderdaad het rekensommetje. Maar dan maar Den Haag eraf. Ja. Ja, maar als je... Nee, daar ben ik het wel mee eens. Maar Den Haag is niet slim. Ja, slechte keuze. Ja. Want Den Haag is die veerman veel koppend. En Willem 2 zit veel meer voetbal in. Ja, als je een wedstrijd moet kiezen, uit de strijd. Kunnen ze het wel over Ado Den Haag hebben. Maar Den Haag is... wij zijn in betere vorm dan Den Haag. Als je kijkt wat de laatste wedstrijd is gespeeld. Absoluut bloedvorm, 4 op een rij. Den Haag moet ook niet worden opgehemeld. Want zo'n goed team hebben die niet, hè? Die hebben leuke aanvallers, ben ik wel mee eens. Maar verdedigend en middenveld stelt daar niet zoveel voor. Wij zijn een top 6 ploeg nou, hè? Dus juist, wij bestormen niet scoren tegen ons. Wij bestormen de tweede plaats, hè? Nou ja, dat zul je natuurlijk zien. Die Van der Stander, die ramt natuurlijk morgen gewoon 4 in. Nee, maar die scoort nooit tegen top 6 ploeg. Nee, daarom ook. Dus wij staan goed. Wij zijn nooit de uitzondering op de regel. Nee, tegenwoordig niet meer. Nee, dat is waar. Nee, dat klopt. Want ik had voor de afgelopen wedstrijd ook een disclaimer in de voorbeschouwing geschreven. Let op, nu maken we kans dat, en dan spelen ook de concurrenten tegen elkaar. We spelen tegen 2 ex-nakkers en die zullen het wel tegen NAC scoren. En op het moment dat de concurrenten tegen elkaar spelen, zal NAC tegen de hekkensluiter, nota bene tegen de hekkensluiter, de kansen wel weer laten liggen. Nou ja, zakelijke 2-0. Ja. Maar de vloek is opgegeven. Ja, zeg dat nou niet. Nee, nou, dankjewel Leon. Want ik wil wel even naar die wedstrijd ADO. Ja. Laatste jaren hebben we daar niet zo goed gedaan. Nee. Omdat ADO, niet omdat ze beter zijn, maar die leggen een bepaalde, hoe zeg je dat? Ja, felheid. We hebben alle gochme op de mat. En bij NAC zijn, laat ik het zo zeggen, bij ADO zijn het mannen en bij NAC zijn het jongens. Ja, maar dat is in de tijd dat Kemper daar nog speelde, Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar die is nou van ons, hè? Ja, dat is waar. Ja. En die andere, die Lipo, die Amsterdammer... Ach, jezus, hoe die koekert ook alweer. Die ook bij die playoff-wedstrijd, een van die laatste wedstrijden. Maristijn. Nee, die doet die ook, die zit nou volgens mij ook die technische staf daar zo. Die daar voor het uitvak ook in één keer zijn eigen stond te misdragen. Oh, ja. Stond een beetje als een psychoot, ja. Maar, die heeft ook Oranje gespeeld, zeg maar. Ja. Ben gelukkig zijn naam vergeten, zo belangrijk. Oh, die backspeler. Misschien was die back, ja. Hoe weet je ook alweer? Ja, God. Maar goed. Maar Twitter, geef ons een antwoord. Ja, maar het wordt weer eens tijd dat NAC weer laat zien dat ze mannen zijn, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Nou ja, kijk, ik denk dat in dat opzicht is de selectie van nu, en vooral de achterhoede, natuurlijk ook niet echt te vergelijken met toen. Nee, dat is waar. Dus in dat opzicht heb ik daar wel wat meer vertrouwen in. Ja. Kijk, het is natuurlijk anders of je tegen Martina, Van den Berg of tegen Besselink en Lucas staat. Ja, eens. Ook qua formaat. Ja. Ik vind, ik bedoel... Een centrale verdediger moet gewoon minimaal 1,80 zijn of zo. Maar kunnen we al over... Of 1,80 breed. Ja, nee, we zijn nog over de wedstrijd. Wacht even. Leon, we gooien wat door elkaar. Maar dat maakt verder niet uit. Gooi jij het lekker door elkaar, jongen. Door elkaar. We hebben wel nagedacht over de optie. Wie gaan we als vervanger opstellen voor Van den Berg? Boe. Ja, er zijn een paar opties, hè? Ja, die hebben allemaal als optie. Je kan Kemper naar het midden, naar centraal trekken. Daar komt Wernersson op die plek. Je kan Vet erin zetten, maar ook Besselink. En Besselink heeft wat meer wedstrijdritme in onder 21 opgedaan. En Vet heeft eigenlijk de afgelopen maanden maar 3 wedstrijden gespeeld. Klopt. Bij de afwezigheid van Martina. Maar ik denk met qua body... Denk ik dat je, want Ado speelt natuurlijk voor mij nog steeds echt dat kick en rush. Laat me naar voren knallen en dan zien we wel waar het schip staat. Ja. En jij zegt, dan kun je maar beter een wat grotere vent, net zoals Vet, dan dat je Besselink daar neerzet. Maar wat had jij in gedachten, Marcel? Lucas de linksback. Oh, kan die ook aan de andere kant, die heeft af en toe dat... Lucas is wel een... Hij is, het is geen geweldig voetbal, maar het is wel een buitertje. Ja. Want aan die kant, bij ADO, aan de rechterkant, staat Van Mieghem. Je moet eens naar de tegenstander kijken. En ik denk dat Lucas zich perfect kan vastbijten in Van Mieghem. Okay. Maar dat is mijn gevoel. Die Wernersson kan het niet in ieder geval. Dat kunnen we niet bekeken. Die wordt gepiepeld. Ja. Ja. De eerste 5 minuten al. Ja. Dit is godverdomme gewoon een voetbalinhoudelijk argument dat we hier hebben, dames en heren. Wat is allemaal gebeurd, joh? Nou, onze luisteraars zijn allemaal weg. Ja. Wat was dit nou? Wat is dit voor slimmigheid? Jullie zelf wel een radioprogramma. Ja. Nee, maar ik denk... je hebt wel gelijk. Het lijkt niet meer op tribunepraat. Maar dit is wel... het mag een optie, hè? Die optie had ik nog niet in mijn hoofd gehad. Ja, dat ik aan de andere kant kan trekken, Want Kemper staat ook op scherp, of niet? Qua gele kaart. Die heeft er 5. Voor mij heeft hij er 5. En man, ben je scherp vanaf de 7e. Hadden wij dat al uitgezocht, ja. Want hoe zit dat ook weer? Gele kaart. 7 gele kaarten. Wat moet je doen? Daar horen we dadelijk wel. Ja, hij is een beetje zijn LinkedIn aan het bijwerken. Ja, ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Niet allemaal aan het lastig in ieder geval. Uit de koffiebonen aan het sorteren. Aan het regelen. Als je dan ook nog gewoon iets met hopmout en gerst kan doen, dan tarwe smoothie. Lekker. Maar Den Haag, ik wil nog even de speler noemen. Ja. Want na de wedstrijd hadden wij, zoals wij altijd hebben na de wedstrijd, een napraatje. Wie was goed, wie niet, blablabla. En toen kwam Omgba. Omgba. Die kwam... ter sprake. En een aantal mensen vonden die Omgba heel goed voetballen. Maar ik was er niet zo kapot van. En ik wil jullie even mening even weten. Nou ja, wij kijken natuurlijk op vak GG rij 3 tegen de lat aan. Dus en ik heb alleen de tweede helft gezien. En de tweede helft veel speelden volgens mij richting de B-side. Ik kan daar niet heel goed over oordelen. Maar wat ik veruit veel mensen heb horen zeggen, dat hij toch wel... met kop schouders erbovenuit stak voor de wedstrijd. Ik vond hem de eerste helft veel balverlies leiden. Ja. Maar goed. Nou ja, maar ik denk ook wel dat, en dat merk je niet ook... hij krijgt natuurlijk ook wel een naam nu. En hij wordt nou ook wel wat strakker verdedigd dan in het begin. Was natuurlijk gewoon een nobody nog bij de tegenstander. En ik denk dat daar zal hij rekenen... en daar zal hij ook aan moeten wennen... is dat hij zo meteen ook gewoon op dubbele dekking moet rekenen. Ja, dus op het moment dat hij een bal krijgt, dat hij daar dus... Ja. Kijk, en dan wordt iemand beter, hè? Dus dat zal nu de vraag gaan worden... van, joh, kan hij met dat soort druk omgaan of niet? En wat ik tot nu toe zie... is dat hij wel continu... Hij zal echt nog wel even wat tijd nodig hebben. Maar ik vind het een uitzonderlijk sterke en een uitzonderlijk slimme voetballer, hoor. Ja, wat ik vind dat hij iets meer body moet krijgen. Ja, maar ben ik eens 19 of zo? Ja, dat is waar. En meer scorend vermogen. Want hij had afgelopen zaterdag gewoon 3 kunnen scoren. Ja, en dat zegt hij zelf ook. Hij was de eerste om dat aan te geven. Joh, ik had hier nog 3 of 4 keer extra moeten scoren. Ja, wel. En die ballen de paal of net voor langs. En was het vizier nog allemaal net iets... En die keeper van Oss was ook wel goed. Ja, verkotte dat. Die rammelt er even een paar uit. Dat is een routinier in de goal. Ja. Hoe oud is die? Zou dat niet zijn voor in de winterstop? Je zoeken we op. Ja, ik bedoel, als Top Oss zijnde... Ik bedoel, ze hebben maar 3 doelpunten meer tegengekregen dan mij. Nou 5, maar voor de wedstrijd was het, stond hun doelsaldo in ieder geval op 28 doelpunten tegen. Maar bij NAC stond dat op 25, geloof ik. Nou, het viel me wel op. Het was een rustige keeper. Ja, hij was voor mij inderdaad veel ervaring. Ik weet niet hoe oud hij is, maar... dat zou een idee kunnen zijn. Maar ik vond Omgba, ik denk echt wel dat... het is wel een speler met potentie, hè? 28 jaar oud. Want hij heeft Omgba heeft een loopvermogen, wordt allemaal bang van. Ja, wat jammer is dat, kijk, daar ben ik wel echt benieuwd naar. Is dat, stel dat je nou zo meteen je zou promoveren, hoe gaat hij het dan doen, hè? Kan hij dan mee? Want daar kan 2 kanten op, hè? Dat of hij kan makkelijk mee... en ik heb dat idee wel. Ja. Ik heb het idee dat hij wel een stukje kan groeien. Of dat dit nog niet zijn maximale haalbaar is. Ik denk dat het heel veel clubs dat ook zien. Ja. Ik heb het idee, althans het idee, ik heb dat gewoon geconstateerd op Twitter. Er zie je wel clubwatchers van wat grote clubs, zeg maar, top linkerrijtje Eredivisie. Die dat ook gaan opvallen. Ja. Hey, kijk eens naar deze speler. Het is een AZ-speler, vind ik. Dat zou een club zijn waar die waarschijnlijk AZ of Twente, die zullen waarschijnlijk... Ja. Ja. Twente, maar. Ja. Ik zag ook een clubwatcher van Ajax zo van, misschien is dat wel... Dan moet je weer stallen bij Jong Ajax. Het is echt een box-to-box player, hè? Ja, ik vind het... Ik denk dat kijk, en dat verschil is... Het is voor mij ook best wel een zachte jongen. Weet ik niet. Maar het is, ik denk wel dat het verschil... Ik denk niet dat het handig is om vanuit NAC meteen naar Ajax toe te gaan. Nee. Dan verzuipt je natuurlijk. Nee, maar hij... ik zit even te kijken in welke mate je het kan vergelijken met... onze grote vriend die naar Leuven is vertrokken. Manzouzi. Of dat die een beetje een vergelijkbaar traject hebben. Of in ieder geval ontwikkelingstraject. Die ook in één keer op deze specifieke leeftijd in één keer goed doorontwikkeld. Een goed jaar doormaakt. In één jaar, zeg maar. Een behoorlijke leercurve heeft. En welke ook op een kruispunt staat misschien uit. Ik heb trouwens witstop of in eind dit seizoen. Ik heb van de week even nagedacht. Want ik had ooit vorige week en de week daarvoor dacht ik van... ze moeten Januszek eens op 10 zetten. Mm-hmm. Maar ik begrijp nou waarom dat hij dat niet doet. Mm-hmm. Want die Omgba, die heeft echt een loopvermogen. Daar word je helemaal bang van. Dat is echt onvoorstelbaar. Die heeft long als een paard. En die Januszek heeft dat niet. Ik heb wel het idee dat... Ook bij, net zoals bij Manzouzi, had je op een gegeven moment ook zo'n hele entourage eromheen. En met onderhandelingen moest de hele familie meekomen en zo. En familie-entourage moet er meesnoepen. Ja. Ik heb het idee dat bij Omgba wat rustiger is. Ja. Ja, maar even mijn verhaal af te maken. Die Januszek is zonder bal veel slechter. Ja. Ja. En die Omgba is zonder bal veel beter. Ja. En, ja. Maar bij Omgba zie je ook echt inderdaad dat er echt wel heel veel inzicht in zit. Precies waar hij moet staan. Ja. Die heeft zijn balbehandeling... Handelingssnelheid wordt ook steeds sneller. Hij heeft steeds minder kaatsen nodig om die bal goed voor zijn volgende actie klaar te leggen. En daar ben je stappen vooruit op verdedigers van eerste divisieniveau. Zeker, absoluut. En daarom weet hij steeds het verschil te maken. Omdat hij steeds weer letterlijk twee stappen verder is dan een verdediger. En dan maak je het verschil. En dan moet je hem wel tussen de palen trappen. Ja. En dat is het volgende puntje. Dus, ik denk dat hij een beetje dezelfde potentie heeft als Goudel. Ja. Nou ja, dat vind ik helemaal niet zo gek. Nee, toch? Ja. Goudel was ook een hele krachtige voetballer. Ja, en bij Goudel, daar zag je op een gegeven moment... die is natuurlijk op een gegeven moment de sportschool ingedoken... en daar blijven wonen zo ongeveer. Want die is volgens mij in een maand... tijd kwam die 10 kilo aan. Ja, die heeft ook al 150% Dat was niet van de frikandel, hè? Nee. Maar ik vind wel dat... Het zijn geen vergelijkbare spelers, hè? Maar het zijn wel... Ik heb een beetje het idee dat er wel dezelfde potentie in zit. Dat is ook wel een beetje dezelfde mindset... Zoals het dan heet. Ja, maar inderdaad, ik vind de Omgba wat atletischer. Het tempo dat hij zich ontwikkelt. Ja, waar gaat daar eindigen? Ja. Nou ja, ik denk dat je er serieus rekening mee moet houden dat hij binnenkort weggekocht wordt. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Kijk, en dan is voor hem niet aan te kijken. Dan? Nee, kijk, en dat is voor hem een keuze. Kijk, wordt hij een bepalende speler binnen de selectie van NAC die hopelijk, en daar gaan we vanuit, binnen nu en 2 jaar de Eredivisie speelt. Of kiest hij voor een ander traject? Ik hoop dat die jongen met NAC de Eredivisie in wil. Ja, dat hoop ik ook. Maar ik kan me ook wel voorstellen... Kijk, en daar moeten we ons natuurlijk ook niet dom verhouden. We zitten inmiddels... Dus het 7 jaar in de KKD. Dit is ons 5e, 6e jaar? Ja, ik weet het al niet meer. 4e jaar. Volgens mij zijn we 2019. Het voelt echt al als 100 jaar. Door die corona is alles door... Zo voelt het wel, ja. Door die corona is in mijn beleving alles door elkaar. Volgens mij ben ik maar 2,5 seizoen of zo. We hebben natuurlijk niet alles afgemaakt. En een half seizoen hebben we er niet bij kunnen zijn. Ik zit even naar het profiel van Omgba te kijken. Hij is 21 natuurlijk. Ja. Contract tot medio 25. Ja. Eenzijdige optie plus 1 jaar. Precies. Ja. Dus daar kun je echt nog wel leuk aan verdienen. Daar zit geld in. Ja. Daar zit echt wel geld in. Ja. Kijk, en je moet ook eerlijk zijn dat op het moment dat als bijvoorbeeld een Heerenveen, Utrecht, AZ, Twente komt... Ja. En die bieden een zak centjes en die bieden een hoger salaris voor de jongen... en die jongen die kan Eredivisie, Europa League of weet ik veel wat... Dan moet je hem ook niet kwalijk nemen dat hij op een gegeven moment zo'n stap zet. Nee. Dan moet je hem een goed alternatief bieden... maar je moet realistisch zijn dat dat alternatief niet anders is... als een bepaalde speler zijn binnen een KKD-team... wat hopelijk heel snel grote stappen gaat zetten... Ja. Maar ik denk dat je er echt nog wel op moet rekenen dat dit soort groeibriljantjes in ieder geval nog wel tijdig weggekocht worden. En dan moet je ervoor zorgen dat je er een goede prijs voor krijgt. Hè? Ja. En dat dan weer door investeren in types als een Patriot en een Terwijl Haugen en dat soort jongens. En laten we hopen dat hij de komende weken ook gewoon heel blijft. Ja. En de rest van het seizoen überhaupt. En zijn stempel gaat drukken. Hij gaat steeds meer zijn stempel drukken. Maar er gaat ook steeds meer aan zijn schouders hangen. Omdat we toch zien dat we op het middenveld toch wel kwetsbaar worden. Met ook weer het wegvallen van Leemans. Ook die, ik weet niet of we die net benoemd hebben. Maar ook die hoeven we pas na de winterstop te verwachten. Die zien we ook niet meer de komende 2 wedstrijden terug. Nee. Die gaan ze definitief even goed rust geven. Want zijn enkels... elke laatste 3 wedstrijden is die steeds gewisseld. Die enkel gaat rust krijgen. Maar dan tegenover staat de terugkeer van Garbert. Garbert, ja, terug van zijn schorsing. Garbert vind ik dan wel weer... Die vind ik wat grilliger dan Omgba. Grilliger, dat is het goede woord, ja. Die heeft het 1 of 2 momenten dat hij briljant is. Maakt hij weer een halve wedstrijd aan onzichtbaarheid. Maakt die wisselde hij af goed. Met hele momenten waar je denkt van... we hebben daar nou weer aan. Ja. Klopt. Ja. Maar als hij het op zijn heupen heeft, is het een hele goede voetballer. Ja, als hij de zin dat is een geweldige voetballer om naar te kijken. Dan blijft hij lopen, jongen. Dat is goed echt geweldig. Dat is echt geweldig. En veel diepgang, ik vind hem wel prettig. Ja, zeker. Ik ben ook benieuwd of dat hij zich tegen tegenstanders van top 6, zeg maar, zich anders kan opladen als tegen de lichtere broeders. De top ossen van deze... De rechtgang in het Heese Stadion. Het is natuurlijk wel een speler die zo het beste tot zijn recht komt op het moment dat hij een beetje ruimte krijgt. Ja. Ja. En dan gaat hij leuke dingen doen. Ja. En ik heb het idee dat Omgba op de kleine ruimte toch wel een stukje sneller... Zijn handelingssnelheid ligt wat hoger. Ja, hij is wel balvaardig, heb ik het idee. Maar het zijn allebei leuke... Het is lang geleden dat we positief zijn geweest over... meerdere spelers op 1 positie. Ja. Toch? Ja. Ja, dus dat mag ook wel eens gezegd worden. Nee, we hebben het net ook wel gehad over die schorsingen. Hè? Penny heeft ook even net iets uitgezocht en heb ik wat duidelijkheid over kunnen scheppen over die gele kaarten. Dus de nieuwe regel is, gaat er een schorsing in naar de 5e kaart en naar de 10e kaart. Ja. En vanaf de 10e kaart gaat die elke daaropvolgende gele kaart. Oh, dus Kemper die kan nog wel even. Hij is precies bij 11 van het seizoen, dus hij ligt op koers voor. En komt er dan ook weer een eikpunt uit die regel dan weer vervalt? Of is dat gewoon tot het einde van het seizoen? Playoffs, dan is het moment dat volgens mij weer een schone lijn wordt. Zo'n kwijtschelding inderdaad. Ja, playoffs als een aparte competitie. Ik was even, want anders geldt niet voor de rode kaarten, want die geldt dan wel. Die gaan, ja, precies. De schorsing gaat mee, hè? Een directe rode kaart, wel te verstaan. Okay. Ja, zie ik Kortsmit vorig jaar. Ja. Ja. Of niet? Ja, volgens mij heeft hij die meegenomen toen, toch? Ja, ik weet het wel. Ja. Dacht ik. Gelukkig ben ik dan weer allemaal weer vergeten. Ja, ik ook. ik hoop dat Kortsmit zelf ook vergeten is. Ja. Ja. Dat hij geen kortsluiting meer heeft. Dat niet meer is. Het gaat zo rap, hè? Ja. Mike Haverkotter gaat worden, toch? Of niet? Ja. Die hebben we nou op het lijstje gezet, of niet? Ja, je zult zien dat het komt, hè, zo meteen. Ik ben benieuwd naar de reacties morgen op de site en op de Twitter. Hoe mensen reageren op de naam Haverkotten. Want ik vond het eigenlijk helemaal niet zo gek. Ik vond het helemaal geen verkeerd keepertje. Ik durfde het vorige week niet uit te spreken. Dus ik ben blij dat jij het even te sprake brengt. Maar... Zo ben ik, hè. Dank je voor het wegvegen van... Nee, dat zijn wel interessante gedachten. Maar wat ik vooral ook net zei... inderdaad met het oog op die aanstaande... je gaat aanmerkelijk meer schorsingen krijgen. Ook in de verdediging. Je ziet dat Jan van den Berg en Kemper toch wel kaartenpakkers zijn. Moet je dan in plaats van die kaartenpakkers... Kemper en Jan van den Berg... toch wel een degelijke verdediger... bij de ploeg halen in de winterstop? Of zien wij genoeg alternatieven met de alternatieven die wij net hebben? Hoe je kan schuiven, je hebt de Vet, die kan je naar achter halen. Je Kemper kan je naar de zijkant halen. Kan je dus op die vrijkomen backpositie kan je dus en Lucas en Wernersson kwijt. Ja. Besselink, die heeft een aanmerkelijk meer wedstrijden onder 21. Ander level, uiteraard ander soort weerstand. Maar die heeft wel meer wedstrijdritme. Er zijn gewoon 4 opties. Maar ik zou toch wel verdediging halen. Ik zou een oude rot, die nog niet eens altijd hoeft te spelen... maar die in ieder geval wel wat play-off ervaring heeft. Ja. He, die dan ook een beetje als mentale drijfveer en als mentor voor de anderen. Heb jij namen in gedachten? Nee, niet bijzonder. Ja, ik ook niet, hoor. Ja. Maar inderdaad gewoon een oude doorgewinterde verdediger. Nou ja, je kan dus inderdaad in de winterstop eens gaan kijken... wat er misschien voor een half jaar te huren is vanuit een eredivisionist. Precies. Toch? Nou ja, daarom. En daar lopen we echt nog wel een aantal rond. Je moet wel even kijken naar de nieuwe situatie, zeg maar, in de winterstop. Ik denk dat ook niemand de club zou kwalijk nemen... dat je even voor zo'n noodgreep naar een zijstapje maakt. Precies. Ik denk dat je moet niemand kopen of vast onder contract. Want dan heb je altijd iemand ontevreden op de bank zitten. Maar... Hey, die vol-idioot waar ik het er straks over had bij Ado Den Haag, die als een idioot daarvoor... Oh, ja. Daryl Janmaat. Oh ja, Janmaat. Dankjewel, Peli. Ja, die heeft hem even opgezocht. Kasper Tielen heeft hem eventjes geantwoord op... dankjewel, Kasper Tielen op Twitter. Kasper is scherp, die is volgens mij nog een maand is die technisch directeur, is dan is hij weggegaan. Ja, inderdaad. Die is weer weggevloeid. Wat een pannenkoek was dat, ja. Er zaten er meer in dat team waar je denkt van... nou. Maar daar moeten wij dus... Dat vind ik dus echt. Daar moeten wij morgen tegen opgewassen zijn. Ja. Daar moet je antwoord op hebben. En niet je laten slachtoffer als een van de makschapen. Dan gaan we weer met 3-0 af, man. Doe normaal. Gewoon tanden laten zien en winnen. Wij zijn NAC. Winnen. Bij de strot vatten vanaf minuut 1 winnen. En dan ook al is het ADO Den Haag. Ja, zelfs Den Haag. Vooral Den Haag. Ja. Moeten we oppassen dat we niet met een te goed gevoelde derby ingaan. Nee. Overmoedig worden. Want ja, dat... want als we morgen winnen, hè, dan gaat het natuurlijk helemaal... Dan barst de Polonaise al half los in Breda. Maar bij Willem 2 loopt nog die ene meneer Hilterman rond. Die gaat waarschijnlijk heel de wedstrijd het publiek gigantisch uit. Die schijnt wel goed te zijn in doelpunten maken in de laatste minuten van de blessuretijd. Ja. Die heikel. Maar ik vind daar dus... ik vind dat Chapas van Gastel wel goed in. Die houdt die groep wel nuchter. Ja, eens. Die durft ook echt gewoon goed te zeggen. Ja, maar ja, je ziet ook hoe de spelers er zelf op reageren. Zo'n Haugen inderdaad. En hoe dat ze ook weten van... Dit was een slechte wedstrijd. We moeten niet overmoedig worden. Scorebord journalistiek. Hoe ze dat dan weten. Ze weten donders goed wanneer het niet goed was. Ondanks dat ze gescoord hebben en gewonnen hebben. En we moeten eerst maar afwachten hoe het tegen Den Haag gaat. Om een goed resultaat weten te halen. Want dat gaat er interessant uitzien. Oh, dat wordt ook interessant. Want... Ik las weer iets in het Brabants Dagblad. Dat komt niet op mijn deurmat, maar daar werd dus onze neus geschoven. Die deelde gaan samen met jouw buurman. Er bestaat een scenario. Ja, moeten wij het over periodetitels gaan hebben? Want dan ik weet wat je bedoelt. Ik klop er weer af. Kunnen we weer iets winnen? Nou, er bestaat een scenario. Dus dat we in een gelijke stand in de periode terecht kunnen komen. Ja. Gelijk met Willem 2. Dat als we dat gelijke stand eindigt in die periode, dat NAC en Willem 2... dus een beslissingswedstrijd gaan spelen. Nee, joh. Op neutraal terrein. Nee, joh. Als we op doelpunten gelijk spelen. Ja. Punten en doelpunten gelijk. Ja. Okay. Ja, dat is bijvoorbeeld bij een uitslag van als zij 2-2 spelen en wij met 1-3 winnen, volgens mij. Ja, zoiets. Met 2 doelpunten verschil. Ja, zoiets. Ja, je hebt een betere idee. Ik heb het artikel niet helemaal gelezen, want ik ben weer zo'n koppensteller. Maar... neutraal terrein. Dan ben ik wel benieuwd wat ze neutraal terrein noemen dan. Ja. Een heel stil bos in Zeist. Dat is het voordeel van Willem II, denk ik. Ja. Wow. Goed gewoon. Er zijn nu al menig burgemeester die met knikkende knieën. Ja, niemand wil die wedstrijd hebben. Nee. Dat blijft geheim. Die gaan ondergronds voetballen. Ik kan net zeggen dat. Ik maak hier geen grap over. Die gaan ergens in de zoutmijn, ergens in of in Dubai of zo. Daar naartoe. Superleuk. Leuk. Oh, nou, daar ligt iemand van de KNVB al met een nat broekje in bed, hoor. Zou je maar gebeuren. Och, dat wordt geld verdienen voor ESPN. Ja. Die hebben er nou wel zin in, man. De directeur daar is al een snoepzak aan het kunnen. Nee, weet je wat ESPN gaat doen? Die kunnen het dan wel uitzenden. Die hebben altijd die kaart dan al klaarstaan. Maar die zetten hem dan... nee. Het is beter als wij gewoon een week oude herhaling van Jong AZ tegen Top Oss gaan... De highlights van het beachvolleybaltoernooi uit 1982. De play-off van de collegevoetbal... ergens in Zuid-Ohio. Kijk, die derby is belangrijk, hè? Maar die samenvatting halve finale WK Curling uit 82... Ja, hey. Dat zijn pas momenten. Dat is voor de fans. Dat is alleen voor de fans. Ja. Speciaal only. Fans. Ja. Only. Maar ja, only voor de fans. Het zou gebeuren. Ja. Nou ja, liever dat we gewoon winnen. Ja. En dan met 3 doelpunten verschil. Ja. Leuk van die onzin af. Inderdaad. Maar op zich, ik ben wel benieuwd. Neutraal terrein. Leuk, mogen er dan ook supporters bij? Ja, neutraal terrein. Dan is Zeist in de bomen klimmen. Dan. Ja. Dan heeft de nieuwe Gijs wat te doen. Dat is een leuke binnenkomen voor hem. Gelijk een vuurdoop. Nou, doe dat dan gelijk als Front weer terug is. Ja. Je zet hem op, hè? Gelijk een busje. Gijs dacht niet dat hij zijn laatste wedstrijd had, 22 december. Maar, ik zie Gijs al met zijn overdracht. Lachen. Nou, Corné. Oh. Ik zit eens even te kijken in de planning. Deze jongen doet helemaal niks meer. Geweldig. Love it. Maar die mogelijkheid bestaat dus. Ja, dat is en dat is een serieuze mogelijkheid. Want ik zie ons daar gerust met 1-3 winnen. En Willem 2 moet tegen Helmelsport. En bij die Helmelsport loopt die Martijn Kaas rond. En die kennen wij in Breda ook. Zouden ze het dan niet zo doen dat ze gewoon de volgende wedstrijd... dat we toch meteen elkaar spelen. Dat ze die uitslag daar niet als leading nemen. Ja. Nee, het is zo. Als Willem 2 dus gelijk speelt tegen volgens mij Helmelsport. Ja. En wij met 2 doelpunten verschil winnen. Ja. Dat is hem even helemaal correct. Ja. Ja. Dankjewel. Ja. Dat is vrij reëel, vind ik hoor. Ja? Ja, ja. Gewoon geen abnormale situatie, hoor. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dit dan doorgaat. Ik denk dan echt als ze de wedstrijd van volgende week als leading pakken. En dan zeggen we, nou ja, die uitslag daarvan, die tellen we dan mee. We gaan gewoon dobbelen of zo. Maar het zou toch anders wel leuk zijn, toch? Ja. Kijken we eruit. Ja, maar dat is Willem 2 niet meer. Is, dat is niet doe het gewoon bij Boeimeer of zo. Ja, ja. Super neutraal terrein. Ja. Hey joh, bij VOAP. Bij VOAP, ja. Heel Breda naar VOAP toe. Of toch een keer bij Tactiel. Van onderaf opnieuw opgebouwd. Van weet ook alweer. Ja. Ja. Van onderaf aan boven. Kan het daarna weer opnieuw opbouwen. Ja. Op puinhopen opgebouwd. Weet dat daar in Moerdijk ook weer? TPO, tussen puinhopen opgericht. Tussen puinhopen opgericht, ja. Kan opnieuw beginnen daarna. Goed. Ja. Oh ja, dat wordt een bende. Leuk joh. Hey. Mooi man. Hey, wij moeten wel eventjes... Marcel? Ja? Ik ga deze eventjes goed inleiden, want ik ga wel eventjes naar het volgende onderwerp. Maar wij hebben nog wel even wat te compenseren. We hebben nog wat te goed richting de jeugdopleiding, want we zijn vorige week iets vergeten te vertellen. Namelijk dat er wat mensen... Praat Grabbelton Nieuws. Sorry, ik was even te laat met de schuif. Ja. Maar Marcel, er zijn wat teams kampioen geworden. Of in ieder geval kampioen is in ieder geval gepromoveerd. Ja. Waaronder... Nou, ik begin eerst even met de onder 21. Ja, dat mag. Die hebben verloren. Ja. Bij PEC Zwolle met 4-2. Maar dan, de onder 16. Ja. Jawel. Ja. Die zijn kampioen geworden. Nee, die zijn gepromoveerd. Gepromoveerd. En die spelen dus de tweede helft van dit seizoen in de hoogste divisie. Ja, en die hebben gewoon AFC met 2-0 van de mat geveegd. Goed, daar moet je ook tegen, hè. Ja. Dus, alsof het niks is, hè. Jack Vergel zit dan nog te houden. Ja, dus zeker. Dus Katina nog niet uit. Ook wel met tranen. Ja. Nog steeds te koken in de pan. De onder 15, die verliest nipt van Excelsior met 1-5. Kan gebeuren. Dat doen ze. Maar dan, wederom een promotie, hè. We hebben er al 2, hè. Ja. De onder 14. Ja, afgelopen dinsdag al. Ja. De onder 14, even kijken. Kampioen, hé. Lees ik nou goed? Die hebben verloren. Ja, klopt. Toch? Maar dit was niet de promotiewedstrijd. Want de wedstrijd daarvoor hebben ze op een dinsdag gespeeld. Tegen PSV. En die hebben ze met 1-0 weten te verslaan. Ja. Vorige week dinsdag, niet afgelopen dinsdag. Maar en na die 1-0 overwinning op PSV zijn ze gepromoveerd. Ja. Die waren we vorige week eventjes vergeten te melden. Dat is promotiemoment. Maar en dan mag je daarna best van de Alphense Boys verliezen. Ja, dat doen we niet erg. Die gasten lagen met een kater op bed en zo. Dat kan allemaal. Dat maakt allemaal niet uit. Helemaal lam van de Shandy. De onder 13, die geeft alvast het voorbeeld. Ja. Want die winnen gewoon met 1-0 bij, Ado Den Haag. Ja. Nou, oké. En dan komt het aan. Ja. Dit is niet normaal, hoor. Dit is geen typfout, hè? Ja. De onder 12, die moesten uit naar Ajax toe. Ja. En die hebben nipt verloren. Ja. Zal dat er super veel zin in? Ja. Ik heb meelijn met die keeper, zeg. Ja, Slag op NAC.nl noemde het een lastige middag. Ja, dat is een understatement. Van het jaar is dat, hè? Ja, het ging toch... Het was een beetje ongelukkig. Ja, nek aan nek. Binnenkantje paal, binnenkantje paal en zo. Ja. De bal moet net goed vallen. Ja. Soms moet je een beetje geluk hebben. Kaatst een beetje ongelukkig. Dat er de scheids waarschijnlijk ook tegen. Ja. Die hebben verloren met maar liefst... Schrik niet, 27-0. Dus ik stel me heel goed die keeper voor. Die komt uit. Lekker gevoetbald, jongen. Ja. Wat heb ik gedaan? 27-0. Die zijn nog steeds aan het lopen. Hè? Die moesten naar huis lopen. Ja. Dan de onder 11. Ja. Hey. Die hebben nipt verloren. Dit is nipt. Maar dan meen ik het echt. Nipt uit bij MVV met 9-8. Ja. Geweldige uitslag. 9-8. Ja. Dat doet het goed, man. Uiteindelijk hoef je niet. NAC onder 11, tweede helft. Een beetje vertrouwen pompen, hè? Ja, de NAC onder 11, 2. Die moesten uit naar Rijsoord en die winnen met 1-11. Hoppa! Kijk, dan doe je het goed, hè? Die kunnen we heel de wereld aan. Ja. We hebben Rijsoord geweld. We gaan een stukje spelen. Wat doen jullie vanmiddag? Volgens mij, dat was welk team heeft ook net weer degradatie af weten te wenden. Volgens mij was dat onder 11. Een van de onder 11. Ja, natuurlijk. Er is nog iemand nog slechter in. Ja. Nee, maar die man... Hey, maar dit is goed. Hey, echt hartelijke felicitaties. Moet even eventjes de tijd voor nemen om de onder 16 nog even van harte te feliciteren. Ja. Prachtig. De onder 16, hè? Die zijn nu al held, hè? Onder 16, die gaan dus volgend jaar tegen de beste van Nederland spelen. En dat gaan de jongens van onder 14 gaan dat ook doen. Ja. Dus die netjes, man. Die gaan goed... de winterstop in. Dak eraf, hè? Toch, hè? Want die zijn komende weekend vrij. Maar Marcel, er gaan nog wel 3 teams spelen. Ja, er wordt wel gespeeld. Er zijn nog heel veel vrij. Die noem ik niet op, maar ik noem ze wel op. Die teams die wel moeten voetballen. De onder 11-1. Die speelt tegen Thuis tegen MVV op Heksenwiel. 12 uur. Ja. En de onder 12 speelt ook op Heksenwiel, maar dan tegen FC Utrecht. Ja. En dan de laatste wedstrijd is de onder 18. Die speelt tegen Cambuur, ook op Heksenwiel. En de rest is allemaal vrij. Ja, die gaan kerst vieren. Ja, ja, die gaan schaatsen en glühwein drinken en zo. Kalkoen eten. En, of aan de Ree. Aan de rollade. Reewijk. Oh, hij legt een bruggetje. Tjoh. Wat zal Dennis van der Ree gaan eten? Dag Dennis van der Ree. Maar we hebben Daan van Reewijk terug. Hè? Of Romano Denneboom. De boom zonder ballen. Ja, ja, ja. Oké, dat weten wij weer. Hey, volgende puntje. Ik zie dat NAC inderdaad Van Reewijk heeft aangesteld. Hè? Ja. Daan van Reewijk, die stopt trouwens. Als ik Daan van Reewijk zie, dan denk ik inderdaad aan die plaatjes van die supermarkt waar we altijd die boek mee hebben gevonden. Ja, toch? Ja, dat was toch. Hij is toen weggegaan. En nu is hij weer terug dan? Ja. Of in ieder geval is alweer een tijdje terug en nu kreeg hij zijn eerste profcontract. In 2019 werd hij door NAC, door Ajax opgepikt. En... Nou, in ieder geval is hij weer, hij is weer opgepikt. In ieder geval door NAC dermate erkend. 2,5 jaar contract gekregen. En we zien er toekomst in. Ik vind zijn moeder Corine... 16 jaar. Vind ik nou al een goede wijf. Dat zit er nou al. Ja. Want scouts zijn 5 wedstrijden bij Wezen kijken. Wezen kijken. Ja, dat is goede volk. Hè? Dat is goed, dat komt en dan ga je lekker wisten kijken. Wisten kijken. Ja. Dat komt voor nodig. Ja. Hey, ik heb nog wat. Het gaat goed met die kaartverkoop tegen NAC Willem 2. Ja. Er zijn nog slechts... schrijven was er om 4 uur, heb ik even gekeken. Nog al 140 kaartjes en alleen maar voor vak I. De rest van het stadion stijf uitverkocht. Alleen nog is vak I open voor verkoop? Ja, dat is een beetje pisvangen. Ja. Ja, laat ik dan even voorop zeggen, dat is dan even op persoonlijke noot. Als je kinderen hebt, ga je daar niet zitten. Nee, doe even normaal. Nee. Ja, dat moet je niet doen. Nee, even banaal denken. Ja. Het zijn weliswaar de laatste kaarten van deze wedstrijd. Maar goed, we willen ook dat stadion wel vol. Maar denk ik dat het over bij wie je daar gaat zitten. Als daar inderdaad allemaal weer kinderen gebombardeerd worden met zeik, dan krijg je dat weer. En dan moeten we voor een keer weer thuis blijven. Ja, dat klopt. Ik denk dat ze niet de kruik mee mogen meenemen. Dus dat gaat goed een beetje. Ja. Voor morgen ook ADO, volgens mij, legitimatie meenemen. Legitimatie. Ja. Dat is... en van tevoren goed indrinken, want in het uitvak is geen drank. Geen drank. Geen drank. Ja, wel drank, maar geen alcohol. Geen alcohol. Ja. Dus ja. Toen de cola weer uit de kast halen. Een flaconnetje. Cola drun. En geen schobbeleg. Heet dat serieus tegenwoordig het Bingolstadion? Ja. Eerst was het dan het Cars Jeans Stadion. En wat hebben ze allemaal gehad, joh? Dan voetbal je al in een conserveblik. Ik kan het zeggen, dat stadion ziet er niet uit. Een soort sportfondsenbad. Ja. Op uw plaatsen. Op. Nu. Ja. 17:15 vertrekken. Ja. 17:15, gaat allemaal vanuit. Ik ben op tijd. En je mag niet in het centrum. En het uitvak kan alleen met PIN betaald worden. Dus mensen uit de Heuvel en Tuinzicht. Ja, zwart geld thuis. Ja. Maar in de bus wel, hè? Krijg je gewoon een in de bus natuurlijk. Nou, en dan betaalt er daar gewoon wat drankjes voor anderen die wel een pinpas bij hebben. En dan kennen dat allemaal weer regelen. Dus dat doe ik dat ook altijd. Ja. Hey, laten we het inderdaad eens... we schakelen nou gewoon vlot door naar die wedstrijd van morgenavond. Komt hij op tv, hoor? Hij komt. Ja. Hij is live. ESPN 4. Kijk, ESPN 4. Ja. Is daar weer voor betaald? Of, nee, omdat we... Ja, het is de nummer 4 tegen de nummer 6. Ja. Dus, we horen er weer bij, hè? Ja, we doen er mee, hè? En de periode, ontknoping, dat soort zaken. Absoluut, dus er zijn we doen er mee, hè? Waar zou de KVB op hebben ingezet? Ja. Spelen we met een warme bal, of niet? Ja. Ik weet het niet. Ja, goed. We slaan helemaal niks. Wat krijg je ook alweer als je de periode wint? Een stier? Een koperen koe. Oh ja, koperen koe. Ja. Of zo, hè? Ja. Ik denk het wel, toch? Oh. En 75 een rubberen buffel. Ik dacht dat dat 75 was voor... voor mij voor 7500. Dat is voor de boetes. Plastieke rond. Zo, heb je dan gehoord van... is dat Köln? In Duitsland? Huh? Die hebben ook een boetetje gehad voor vuurwerk in het stadion. €500.000. Ja, dat is een Europese boete zeker? Zo, nee. Ja, voor mij Bundesliga was de derby tegen... was dat? Fortuna Köln. De eerste FC Köln tegen de Fortuna Düsseldorf en de eerste FC Köln. Ja, dat kan ook. Ja, maar juist de derby. Maar het was de derby, Dan is de eerste FC Köln tegen Fortuna Köln. Ja, jongens. Zou kunnen, hè? Een gehavend NAC morgenavond. Ja. Als je zo even de afwezigen ziet. Ja. Ik hoop dat we het uitgepuzzeld krijgen. Met name de aanval van ADO, dat is het sterkste punt. Hè? Ja, de rest stelt eigenlijk niet zoveel voor. Gezien Jort van der Zanden niet tegen de top 6 scoort, zitten we safe wat dat betreft. Maar dat is niet de enige spits die ze daar hebben. Dus... nee. Ik heb hem al eerder genoemd. Die van Mieghem, dat is gewoon een hele goede voetballer. Ja. Dat meen ik echt. Ik zie wat voorspellingen staan met 53 seconden op de klok. Ik noem even die andere. Patrick heeft 1-3, Sander heeft 1-2. Robert-Jan zegt 2-3. In ieder geval voorlopig wel allemaal positief gestemde. Met wat winsten, inderdaad. Wat denk jij ervan, Marcel? 1-1. 1-1. Sorry. Jury? 0-6. 0-6. Hey, weer de 0. Ja. Dit keer nou, de 0. Hij wel de 0 nou. Dan moet ik wel iets zeggen van 1-2. Nee, ik maak daar 2-2 van. Ja, het wordt 2-2. Jezus, man. Sorry, het wordt 2-2. Ja, dan wordt daar geen periodetitel. Dan moeten we maar gewoon rechtstreeks naar die tweede plek. Ja, inderdaad. Dat vind ik eigenlijk zou het 1-3 moeten worden en dan bij dingen gelijk, hè? Ja. Daar hopen we dan eigenlijk op. Daar hoop ik heel stiekem op. Ja. Ik denk dat we daar morgen allemaal wel om moeten juichen. Dat weet ik wel zeker. Daar gaan we voor. Hé, jongens, 2 secondjes terug. Mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad.